Ik kreeg een vrij eenvoudige vraag toegestuurd via de mail. Ruud kon niet meer opslaan als PDF en is daar een trucje voor? Jazeker, je kunt in Photoshop ook exporteren als PDF. Je zou een PDF-printer toe kunnen voegen, maar Photoshop heeft zelf wat meer mogelijkheden ingebakken. PDF is een formaat van Adobe en dat is eigenlijk bedoeld om tekstbestanden te maken die niet meer gewijzigd kunnen worden, tenzij je het juiste programma hebt. Stel dat ik deze foto wil exporteren als PDF. Je zou denken dat het bij opslaan of opslaan als zit of hierbij exporteren, maar nee, dat is niet waar. Je vindt het hieronder bij automatisch en dan heb je daar PDF-presentatie. Klik je daarop, krijg je dit venster. We willen natuurlijk een PDF-presentatie maken met de foto die geopend is, dus dat moet je hierboven even aanvinken en dan komt die erbij te staan in het lijstje. Eventueel kun je nog wat andere documenten toevoegen via de optie bladeren. Nu is de foto in een bepaalde verhouding en die correspondeert niet met wat een PDF uiteindelijk wordt, dus er zit wat ruimte omheen en die ruimte willen we in dit geval wit hebben, dus we blijven hier op wit staan en als je tekst toevoegt zoals de titel of wat extra informatie, kun je daar ook nog de tekengrootte aangeven. In dit geval hebben we één foto die ik ga exporteren als PDF. Heb je er nu meerdere, dan zou je ook nog een presentatie kunnen maken. Dat zoek ik even uit voor een latere keer. Dus het gaat in dit geval om een enkele foto. En heb je hier je opties toegevoegd, dan klik je gewoon op Opslaan en krijg je een venster waar je kunt opslaan. Dat ga ik doen op het bureaublad en ik ga een heel simpel foto noemen. En ik klik op Opslaan. En ik krijg vervolgens nog wat opties tevoorschijn over hoe je kunt opslaan als PDF. Ik ga niet overal op in, dat gaat net even iets te ver. Maar wat interessant kan zijn is compressie. Je kunt de resolutie van je foto's verlagen en ook de afbeeldingskwaliteit een klein beetje aanpassen. En dit is een hele interessante optie: je kunt ze beveiligen. Dus je zou op deze manier foto's naar een PDF kunnen exporteren en ze voorzien van een wachtwoord. En ik ga dat wachtwoord gewoon even Jeroen noemen met een hoofdletter J. En je kunt ook het afdrukken en bewerken via een wachtwoord beveiligen. Dus dat kan interessant zijn als je foto's moet gaan delen en je wil dat niet iedereen ze kan openen of zomaar kan gaan bewerken. En je klikt op PDF opslaan. Vervolgens moet ik het wachtwoord nog even bevestigen. Dat doe ik en ik klik op OK. En inmiddels is hij opgeslagen. Kijk terug naar mijn bureaublad en dan staat je er hierboven bij. Dubbelklik ik er eenvoudig op en dan zal hij zeggen van er moet een wachtwoord ingevoerd worden nou dat was Jeroen met een hoofdletter en tada en zo is mijn foto dus verstuurd in een PDF en beveiligd met een wachtwoord zo eenvoudig is het ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei